Hallo mama, ik heb vandaag donderdag pannenkoeken gemaakt. En ik ga deze keer in mijn zus wil leren koken. Ja, een YouTube kanaal, dat is eigenlijk op onze papa, want dat ben ik dan nog niet mogen. En zo ooit al keer, dus ik dacht van ja, ze mag dat wel met mij, omdat je weet, ik heb al een paar filmpjes gemaakt als ze bij mij klikt. En daarom mag ga ik nu voor de meeste filmpjes met mij. Zus doen! Mijn zus, dat is mijn kleine zus. We hebben geen zus of vleus meer. Alleen twee konijnen, één hond en twee poezen. Eigenlijk drie, maar één is gestorven. En vier kippen, maar die zijn ook al gestorven. Zij is 8 en ik ben 10. Dus, wat heb je nodig voor pannenkoeken te maken? Ja. Dus wat heb je nodig? Ik ga het al wat zeggen. Twee eetlepels argisidi olie. Een zakje vanillesuiker of van vanillesuiker. Staat een beetje omgekeerd, maar het is vanillesuiker. Ja, maar dat ga ik nu doen, hè. Ja, bloem, ik weet niet als je het ziet. Wacht, hè. Een beetje. Bloem. Daarvan heb je 200. 200 gram bloem. Wacht, hè. 70 gram suiker. 4 eieren, maar hoeveel? 4 eieren. 1 hele pak melk. Een hele fles melk. Ja, een hele fles melk. Dat is ongeveer dan 0,5 liter. Stel om een keer weer een spiegelbeeld 0, 4, 0, 0. Karo. Kijk naar Maya. schappen. Kloppen. Natuurlijk een pot. Boter. Moet je naar buiten? 20 gram boter, maar drakje. Kijk ja, ga maar naar buiten. Nee? Dat is onze puppy. Dat is onze puppyhond. Klik de filter. Dus 20 gram. En eventueel zo'n eetje of zoiets anders. Zo'n geluk maakt. Weet je wel, netjes of zo. Dus ja, laten we maar beginnen. En wat ik niet mag vergeten, is natuurlijk een pannenkoekpan. Heeft mijn voet! Of pan. Dit is een pannenkoekpan. Of wel een andere pan, dat kan een beetje. Dat is hetzelfde, maar dat is niet zo. Een pannenkoekpan. En natuurlijk Maya. Wat dan uit beeld? Dus de pannenkoekpan, natuurlijk een vuur, wat hij mag opwerken. En de lepel. Wat beginnen we? Je pakt de boter. Bravo. Met 20 gram boter. En dan even goed kloppen. Oh,
Oei, sorry. Mag hoor. Maar de boter zet ze onder het bloem. Dan doe je de eieren. Ik ben gewoon gewend van veel te koken. Ik kook ook heel veel. Ze kan wel zelfs spaghetti maken. Ja, maar Maya. Spulken, ze kan wel van alles. Een eetje, ook eetje. Veel kan ze maken. En ook allemaal dus. Ja. Lekker. Gewoon koeken, cake, cupcakes, donuts. Ja, dan hebben we ook al kunnen maken. Donuts. Donuts. Dat was dan eigenlijk zo dat moeten doen. Een feestje of zo. Maar ik wist het. Ik wist het sowieso. Heb je niet dit nodig omdat je vond het eerst zakje? Mhm. Stokje om het af te plukken. En natuurlijk nog een handdoek. Maar het is goed hè. Dan doe je de suiker erbij. Daar leg je de suiker erbij dan. Het is een beetje echt dit kleur geworden van de eieren. Nu met de suiker erbij. Ze zien het nu. Ja, weet ik. Zo. Ja, zo doet dat niet zo dicht. Zo niet zo. Maar we hebben heel veel jullie tijd. Ja. Stokje? Ja. Nee, ik ga het heel even op pauze zetten. En de vanillesuiker doe ik erbij. Nee, geen vanillesuiker erbij. Wat is de suiker? Melk. De melk? Heet je dus, daarvoor moet je mee van het wezen. Ik ga hem even wel naar achter zetten. Dat hier. Ik heb dus de melk. Eén iemand ziet de melk heel langzaam. Beetje per beetje. Ik ga hieten. Beetje per beetje. En de andere. Yoghurt. Dus Maya, doe maar. Wacht even. Oké, okay, dus nu houdt u. Maya, doe maar een beetje. Dan nu ik. Ja, doe maar nog een beetje. Nu is het een papje. Nu mag je er wat veel in doen. Het is van mij een beetje een papje. Ja. Er zijn nog andere manieren om het smaak te maken, maar ik heb het in het begin al zo. Ik heb het een paar dagen geleden met de dieren van en vond het ook wel lekker, dus ik ging het nu wel maken. Oké, dus dat mag, al die klontjes moeten eruit. Doe maar. Dus we gaan heel een beetje per beetje dan komen we erbij. Dus wij hebben alles geklopt met de melk. Juist. Als je het kan zien. Je kan het niet zien. Wacht, kan ik het. Want het is niet zo goed in mijn hoofd. Nu doe je de olie erbij. Roeren. En de dat. En dan even doen. Nu zit alles in en lekker op het vuur. Even de pan een beetje opwarmen. Met nog een beetje boter in en dan. Ah ja, oh. Je hebt ook nog zoiets nodig om een beetje. Zo ongeveer half wachten. Dan in de pan een beetje om de rijden. Dus dat gaan we nog eentje laten zien. Tada! Wat? Toch als je nog zo'n plat hebt. Zo'n plat is er. Ja, maar ja, en zo.
wij pakken nog een knotbord. Papa, ben ik weer binnen slaap? Ik deel al zo. Ik deel al zo, denk ik dat het lukt is, maar ik pak weg alles. Laten koken. Ja, maar ik moet nog rustig. Ik had het nog 5 minuutjes. Ik had 5 minuutjes laten. Hier, wat zit aan de behefsmaakje? Zo zijn we al verder en is dit al bijna bij de 0. 1, nog 2 minuutjes. Nu ga ik een paar pannenkoeken maken, dan ga ik eentje laten doen. Oké? Bye! Tot straks! Mm.